Duikt John de Mol definitief onder? Wat een potentiële nieuwe wereldhit zou moeten worden, lijkt de zoveelste miskleun. Ondanks alle tijd, moeite en geld die in Avastars is gestoken, zakte de eerste aflevering op SBS6 flink door het kijkcijferijs. Ruim 300.000 kijkers slechts en een stortvloed aan negatieve reacties. De frustratie bij John de Mol moet groot zijn. Doe je zo je best voor een innovatief, technologisch baanbrekend tv-format, worden de virtuele dansende en zingende poppetjes vergeleken met het eerste Sims-spel uit het jaar 2000. Het bewijst weer eens dat je zo goed bent als je laatste succes. En dat John de Mol op nul krediet kan rekenen. Opvallend toch met hoeveel gretigheid en leedvermaak Avastars wordt afgemaakt. Ik vind dat John de Mol dat niet verdient, al lijkt hij zijn ooit feilloze gevoel voor de tijdgeest kwijt te zijn. De grote vraag is nu, gaat hij daar conclusies uit trekken?